Hey, en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag maandag 9 juli en ik ga deze week voor jullie week vloggen. Ik heb dit echt 3 jaar geleden ook een keer gedaan. Maar ik vond het nu wel leuk om een keertje weer te doen. Want ik heb namelijk woensdag te horen gekregen dat ik mijn P heb gehaald. Echt super tof. En dat betekent dus voor mij nu dat ik zomervakantie heb. Dus ja, ik heb wel iets meer te doen deze week dan alleen maar werken of alleen maar naar school gaan. Want anders lijkt het me ook wel leuk om bijvoorbeeld te gaan weekvloggen standaard. Maar ja, naast school en werk is mijn leven niet super interessant. Maar nu ik zomervakantie heb, heb ik wel iets meer dingetjes te doen. Dus ja, ik ga jullie deze week eventjes meenemen. En het is nu inmiddels, even kijken, het is nu 12 uur geweest. En ik heb vanochtend wel wat dingetjes gedaan. Voornamelijk echt een beetje voor mijn blog. Maar meer de zakelijke dingetjes. Dus ik heb facturen en zo opgesteld en verstuurd. Heel interessant. Ja, ik ben wel bezig geweest met social media en zo. En ja, dat was het eigenlijk een beetje. Dus ik ga jullie deze week meenemen. Er gaan wat leuke dingetjes gebeuren. Dus ik heb er in ieder geval wel zin in. Dus als je er ook zin in hebt, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet je ook zeker even niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik heb bijna de 5000 abonnees. Echt super tof. Kan op de knop hieronder. Misschien zie je het aan mijn gezicht. Maar ik heb net gesport. Ik ben echt kapot. Ik heb een uurtje Zumba gedaan. Ik heb sinds kort weer een abonnement op de sportschool. En ik deed iedere keer spinning. Maar nu een uurtje Zumba. En ik vond het echt heel erg leuk. Wel moeilijk. Omdat het echt heel lang geleden is dat ik het heb gedaan. Maar ik vond het wel echt weer heel erg leuk om te doen. Maar ik heb echt altijd zo'n rood hoofd na het sporten. Dus ik ga me nu even lekker douchen. Ik was trouwens mijn camera vergeten om mee te nemen. Echt super stom. Ik moet er nog even aan wennen dat ik aan het weekvloggen ben. Maar ik ga me in ieder geval even lekker douchen. Vandaag neem ik jullie mee naar een leuk evenement. Of althans, ik hoop dat het leuk is. Ik verwacht het wel. Het is een evenement van Essence Catrice en Love, geloof ik ook. Dat laatste merk, dat ken ik eerlijk gezegd nog niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is in ieder geval een soort lancerings-event voor de nieuwe producten die uitkomen in augustus. Ik heb net eventjes in een andere vlog op mijn kanaal een goodiebag laten zien van het Essence Catrice event. Als je er meer over wil zien, moet je even de andere vlog gaan checken. Het is echt heel erg veel. Ik heb het hier nog even liggen. Ja, je ziet het hier wel. Het is echt heel erg veel make-up weer. Ik ben weer lekker verwend. Ja, als je het precies wil zien, moet je even die andere vlog bekijken. Goedenavond inmiddels. Het is nu woensdagavond. En ja, ik heb vandaag eigenlijk niet meer gevlogd, omdat ik de hele dag heb gewerkt. Dus ja, ik ben nu thuis. Ik heb net gegeten. Het is inmiddels alweer 8 uur. Ik heb vandaag de hele dag gewerkt. Voor de mensen die het interessant vinden. Ik werk dus bij de KPN. En ja, voor vanavond heb ik niet echt plannen nog. Dus ik moet even kijken wat ik ga doen. Ik wil de vlog van gisteren natuurlijk nog eventjes editen. En hoop ik dat ik morgen online kan komen. Maar ja, ik denk dat ik vanavond gewoon even lekker een beetje ga. Netflix of iets dergelijks. Dus ik moet nog maar even kijken. Maar ja. Ik had trouwens op Twitter nog een screenshotje geplaatst van een app. En ik kreeg er echt heel veel vragen naar. Dus ik dacht, misschien willen jullie het ook wel zien. Het is namelijk de app Lifecycle. Ik zal het even van iets dichterbij laten zien. Want met deze app kun je precies bijhouden waar je naartoe gaat. Hoe lang je onderweg bent. Hoe lang je eigenlijk overal bent. Het is echt super handig. Ik zal het even van iets dichterbij laten zien. Kijk, dit is zeg maar die app. En dit is de dag van gisteren. En nu zie je ook wel dat ik echt 6 uur en een kwartier in de trein heb gezeten en de auto. Daarvan heb ik nog 33 minuten extra moeten wachten op de trein. Oh, lekkere focus dit weer. En voor de rest heb ik dus, dit was 2 uur wachten op Centraal. Maar we hebben hier ook een beetje gegeten. Dus hier staat, ja, dit staat gemarkeerd als diner, zeg maar. Dit heb ik gemarkeerd als bloggen. En dan, hij heeft 3 minuten geregistreerd als lopen. Dus dat is een beetje gek. 7 uur geslapen en ongeveer 5 uurtjes thuis. Dus dit is echt super handig, want dan kan je gewoon echt bijhouden wat je zeg maar op een dag doet. Maar dit is dus echt een hele interessante app. En deze app heet dus Lifecycle. En je vult een paar keer in waar je een keer bent geweest. Nou ja, op zich spreekt het wel voor zich. En dan houdt hij op een gegeven moment zelf bij wat je dus eigenlijk allemaal doet op een dag. Nee, hier zie je dus ook dat ik een hele dag thuis ben geweest. Alleen maar even gesport en voor de rest helemaal niks. Dus het is wel echt super interessant om te zien. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik zit hier op mijn bed, want ik wil foto's gaan maken. Ik ben vanochtend de hele tijd bezig geweest met bloggen, dingetjes. En nu is het tijd om foto's te gaan maken. Want ik mag een hele leuke winactie doen op mijn kanaal. Dat is met allemaal leuke feed producten. Dus daar moet ik nu eventjes foto's van maken. En ik ga even laten zien hoe ik dat nu op dit moment eventjes doe. De winactie gaat namelijk over deze
deze waxstrips. Ik kan twee verschillende pakketten weggeven, maar meer details die vind je wel op mijn blog. Dus die zal ik even linken hier in de beschrijving. Maar dus nu moet ik eventjes een bijpassende foto hiervoor gaan maken. Dus ja, dat is nu eventjes wat ik ga doen. Ik zal het resultaat trouwens even in beeld zetten. Dan weet je hoe de foto is geworden. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 27 juli. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen verstaan. Het is namelijk, ja, ik zit in de auto van mijn moeder en het is hier echt best wel gehoorig als ik op de snelweg zit. Want ik zit op de snelweg inderdaad. Maar ik zal even uitleggen waarom ik een tijdje niet heb gevlogd. Want misschien als je de datums een beetje berekent, heb ik nu anderhalf week niet gevlogd. En dat terwijl ik net een week van begon. Ja, ik zal het even uitleggen wat ik begon. Dus toen twee weken geleden met een weekvlog. En ik merkte al snel dat ik best wel veel moest werken die week. En ik was toch bij mijn vader. En ik vind het altijd heel erg leuk wat ik doe met YouTube en bloggen en zo. Maar volgens mij wilde hij zelf niet per se op beeld. Ik heb het ook niet gevraagd. Maar ja, het kwam er dus eigenlijk best niet heel erg van om veel te filmen die week. Vorige week was ik op vakantie naar Malta. En dat was echt amazing. Dat was zo leuk. En nu is het dus ja, weer een paar dagen later. Dus nu eigenlijk weer een weekje later. Het is dus vrijdag en ik dacht, ik ga de week nog afmaken met een andere helft van de week. Dus wel weer met dezelfde dagen weer ga ik weer verder, maar dan twee weken later. Dus ja, vandaar. En ik ben nu onderweg naar Utrecht. Ongeveer een uur en drie kwartier met de auto, zoiets. Dus ik zit nu in de auto. En ja, wat ik in Utrecht ga doen, ik ga het jullie natuurlijk laten zien. Waarom ik er voornamelijk ben, is dat ik morgen een examen heb in Amersfoort. En dat examen is van een cursus voor mijn werk. En ik werk dus bij KPN. En ja, het is best wel een belangrijk examen, laten we maar zeggen. Dus ik ben best wel zenuwachtig. En ik moet dus naar Amersfoort voor dat examen. En ik dacht dus, dat is gewoon wel heel erg makkelijk te combineren met mijn zus. Want mijn zus die woont in Utrecht. Dus dan ga ik daar lekker heen. En dan ga ik daar voor lekker slapen. En dan, ja, het is gewoon wat gezelliger. Anders kom ik alleen voor Amersfoort op neer. Dus nu ga ik even een dagje eerder. En dan, ja, maar ik vind het even wat gezelliger, even wat leuker. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Heel verhaal, lang verhaal kort. Ik ben er weer en we zijn onderweg. Ik zit nu op de fiets. Ik hoop dat je me een beetje kan verstaan. Maar ik ben hier nu met mijn zus. En we hebben net lekker gezwommen in de Maarsveenplassen was het ook. Maarsveenplassen. Dat was wel heel erg lekker, even verkoelend. Want het was vandaag echt 37 graden. Dus echt heel warm. Maar ja, we zijn dus nu onderweg weer terug naar Benierhuis. Goedemiddag inmiddels. Het is vandaag zaterdag 28 juli. Ik zit inmiddels in de auto terug naar Emmen van Amersfoort. En ik ben geslaagd voor mijn examen voor mijn KPN-cursus. Ik zal het even snel laten zien. Kijk, ik heb mijn certificaat binnen. Echt super tof. Ik was zo ontzettend zenuwachtig. Sorry trouwens als mijn haar een beetje verlept uitziet. Ik ben even op een parkeerplaats gaan staan hier aan de kant van de snelweg. Want het regende ineens zo hard. En ik reed gewoon 60 op de snelweg. Dat ik echt dacht van, ik vind het gewoon echt vermoeiend rijden. En ik wil sowieso nog ergens deze route een flesje drinken halen. Dus dacht, nou doe ik het nu even. Dus ik ben net even door de regen ingerend. Echt, het ziet er niet uit. Maar ik ben geslaagd en ik was zo zenuwachtig. Ik heb trouwens nog nooit zo'n fijne trainer gehad voor een cursus. Zij was zo ontzettend lief. Maar ze gaf zulke lieve woorden. Niet alleen over hoe ik het had gedaan, maar ook gewoon over mijzelf persoonlijk. En ja, het deed me echt heel veel. Ik ga er weer vandoor. Dus ik moet nog ongeveer een uur en 10 minuten rijden. Dus dat gaan we nu even doen. Volgens mij heb ik echt ongelooflijk veel pech. Want ik zei net dat ik 60 km per uur reed op de snelweg. Omdat het zo onwijs hard regende. En nu rijd ik weer 60 km per uur. Iets harder naar 70, maar je 130 gewoon. Dus ik ga er heel lang over doen voordat ik thuis ben, denk ik. Het regent super hard. Het is een klein wolkje die je ook de buienradar voor de heen ziet gaan. Niet heel erg groot, maar het is echt een klein wolkje. Volgens mij ga ik er echt de hele route midden in rijden. Ik ben inmiddels weer thuis en ik had het stukje net opgenomen. En toen deed ik mijn raam daarachter even dicht vanwege het geluid. En er zat een hele dikke spin op mijn bed. Oh my god. Maar wat ik in ieder geval net wou zeggen is dat ik mijn nagels heb gedaan. En ik vind het er echt heel erg leuk uitzien. Het is heel erg lang voor mijn doen als je dat zo ziet.
Maar ik vind het echt heel erg tof. Maar het zijn dus nepnagels. En ik moet er onwijs aan wennen. Ik zal ze even van iets dichterbij laten zien. Maar ik heb dus twee setjes nepnagels gekregen. Dat zijn deze. En dit is van het merk Matte & Shimmer Beauty. En misschien komt die naam je enigszins bekend voor. Want dit is namelijk van een blogvriendinnetje Mariska. En die heeft zelf dus nepnagels uitgebracht. Zo onwijs tof. En ik heb twee setjes gekregen. Dus dat is echt heel erg lief. En ik heb er dus nu eentje op gedaan. Het is een beetje een roze marble effect. Dus ik moet er echt even aan gaan wennen. Want ik merk echt dat typen en dat soort dingen gewoon heel lastig gaat. Dus ik ga er vanavond nog eventjes proberen aan te wennen. En anders ga ik ze gewoon morgen even kort veilen. Of iets korter veilen. Dat ik er weer wat meer mee kan doen. Ja, ik zal ze even van dichterbij laten zien. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe het eruit ziet. Kijk, dit is nu hoe de nagels eruit zien. Het ziet er wel echt heel erg mooi uit. Ook wel een mooie lengte en een mooie vorm, zeg maar. En ik heb dus twee verschillende setjes. Ik heb dus deze, maar ik heb ook nog een andere. Kijk, en dit is het andere setje. Ze heeft dus hier 5 nagels alvast opgeplakt. En de rest zit in een zakje. Ja, dat is een beetje mijn schuld. Ik heb het zakje opengemaakt. Dus ze vliegen nu een beetje door het doosje. Maar ik zal deze ook even van close-up laten zien. Kijk, want deze set, hij vindt het heel lastig om te focussen, merk ik. Maar deze set is dus een beetje transparant aan de ene kant. En dus wit aan de bovenkant. En hij heeft dus allemaal hele kleine gouden glittertjes. En dan zal er binnenkort een review online verschijnen als ik ze allebei heb gedragen. En dan zal ik ook even laten weten hoe lang het ongeveer bij mij heeft gezeten. Want ik heb echt al jaren geen nepnagels meer op gehad. Of ik kan echt de laatste keer niet eens meer herinneren. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe lang zoiets eigenlijk blijft zitten. Want ja, daar ben ik wel gewoon heel erg benieuwd naar. Ik ben nu de weekvlog aan het editen van die jullie nu aan het kijken zijn. En ik merk gewoon heel erg dat de weekvlog heel erg onsamenhangend is en een beetje rommelig. En dat ik ook gewoon op heel veel momenten gewoon ben vergeten te vloggen. Of gewoon heel weinig vlog met mensen erbij, zeg maar. Het is natuurlijk mijn eerste weekvlog sinds heel erg lang. Dus ik hoop dat mijn volgende weekvlog iets meer een geheel is. Iets meer een samenhang van een weekvlog. Maar dit was in ieder geval voor nu de weekvlog. Want ik ben ook gewoon een weekvlog vergeten af te sluiten. Want het is inmiddels maandag. Maar ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen voor deze video. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan op de rode button hier beneden. En dan zie ik je heel graag volgende week weer bij een nieuwe en iets betere, hoop ik, weekvlog. Doeg!